tijd? Wow, nog maar 2,5 uur en dan wordt de betovering eeuwig. Oh, was Jacob nou maar hier. Wow. Punch Punch. Nu bij Jetix. Een magisch toverdrankje. Een heksentovenaar. Steeds zijn er nieuwe plannen. Steeds zijn er rapen gaar. Want over 7 uren wordt alles permanent. Dus blijft het altijd spannend. Wordt het een happy end. Punch Punch. Wat een rotpech, alweer mis. Alsjeblieft, Mauricio, haasje. Stomme oude vogel, je verjaagt de vissen. Nou, dat klopt. Ik ben niet in vis geïnteresseerd, maar in ons. Je weet dat het zwarte woud gevaarlijk is voor mensen en dieren. En ik ben niet oud. Ik wacht al zo lang. Nee, Arno, heb je de vissen verjaagd? Oh, nee! Wees zo vriendelijk van me af te gaan. Wat is er, Jacob? Je kijkt of je een spook hebt gezien. Erger dan dat. Kijk. Ja, dat is een vieze oude ravenvleugel. Zie je? Je zei dat koud was. En raad is, dat is mijn eerste grijze veer. Dus al dat geschreeuw van je ging maar over één grijze veer? Oh, natuurlijk. Spot er maar mee. Maar deze veer schreeuwt het uit dat mijn jeugd vervlogen is. De beste jaren liggen achter me. Nee, voor mij aan, mijn kattende vriend Mauricio. Niemand wil graag oud worden. Oh nee, dat kan niet. Jacobje, ik heb een nieuwe rimpel. Gelukkig heeft je lieve tante Tirania een geweldige anti-rimpelcrème. Onze familie gebruikt het al generaties. Oh, meneer Mekker, wat een verrassend bezoek, zeg. Wat leuk. Leuk, niet tegenstaande de nevelige en navenant naar een noodzakelijkheid. Laat mij het kort houden. Ik ben hier voor een ernstige aangelegenheid. Tirania! Hier zo, lief neefje. Over mijn toelage. Oh, ik zie dat je bezoek hebt. Kom, laten we terug. Luister goed, inefficiënte, incompetente, ingebreken blijvende tovenaar. Ik kom net terug van een reis naar Megalopolis. En weet je wat ik daar aantrof? Geluk! De hele stad loopt soepeler dan een Duitse wagen. Nergens ook maar een teken van kwaad. Ja, maar dat is niet onze schuld. Natuurlijk is het jullie schuld. Jullie zijn hier de tovenaars. En het is jullie taak het kwade te creëren in Megalopolis, of niet soms? Dat klopt, meneer Mekker. Dan hoop ik dat jullie een betovering bedacht hebben. Want zo niet. Dan verander ik jullie in... Kippen. Jullie hebben 7 seconden voor een betovering, of anders houden jullie voor eeuwig die kippenkoppen. 7, 6, 5... Dit is allemaal jouw schuld, Tirania. Maar draai niet zoals een kind. Nog even en we zijn voor eeuwig kip. Ik? En jij dan met je kinderlijke interesse voor rimpelcremes? Maar kinderlijk? Ach, jij. 4. Maar wacht. Kinderlijk, dat is het. We maken iedereen weer kind. Wat steekt daar voor kwaad in? Gulzig. Gillend. Jankend.
Zeurend? Vechtend? Is dat gedompeld en kinderlijk gulzig, gillend, jankend, zeurend, vechtend kwaad? Dat is goed. Die kippenkop stond je beter. Hm? Stilte! Wij moeten nu aan de slag gaan. Wij? Correct. Omdat jullie in het verleden zo vaak hebben gefaald bij jullie pogingen tot kwaad, zal ik ditmaal jullie voorbereiding bijwonen. Oh, weer een betovering. Maar deze geneest misschien mijn reumatiek wel. Ga door. Zo, wat heb jij een honger, zeg. Die lijpe buren waar jij woont voeren je zeker niet, hè? Nou, je kan altijd mijn restjes krijgen, hoor. Hou je van pizza? Deze is met anchovies. Babyluiers, baby eten, babypoeder, rammelaar, liters melk, speelgoed eend. Lust je de korstjes niet, Maurizio? Huh? Ik moet nu naar voetbaltraining. Kom langs wanneer je wilt. Wat een goede jongen. Wat een prachtig schepsel. Wat een geweldige buur. En wie weet wat voor lekkere klikjes er in de stad op me wachten. Tijd voor een stukje megamagie. Bij de krachten fris en gezond van een baby van de grond. Zijn twee delen hier present van hetzelfde perkament. De stering van de diepste nacht toont aan u de grote macht. Voeg bij een wat wassere schijnen, de klank van donder zal je begeleiden. Klaar af, Winspunch! Onmachtig mensel van almachtig gif, aanhoor onze wensen en vervul het heel grif. Ja, we zijn slecht, hebben nooit gedeugd. Wat wij willen is een beetje jeugd. Deze betovering is goed als goud. Want iedereen wordt 5 jaar oud. Nu zeggen we het achterste voor, daar wordt deze vloek dubbel zo erg door. Oudjaar 5 wordt iedereen als goud als goed is betovering deze. Jeugd beetje 1 is weer willen wij wat? Geducht nooit hebben, slecht zijn wij. De tijd gaat nu in. Dit is onze beste betovering. Over 7 uurtjes, dan wordt hij eeuwig. Zeg, waar dacht u heen te gaan? Ik ga niet 7 uur lang jullie handjes vasthouden. Nu ik toezicht heb gehouden, lijkt de betovering zo wat te werken. Ik heb nog andere zaken aan mijn hoofd, maar ik kom terug. En dan verwacht ik blij te zijn. Verwacht ik blij te zijn. Ech, van die man raakt mijn maag van streek. Maak je niet zo druk, neefje. Deze keer zal hij ons geen haar op ons hoofd krenken. Want deze keer is hij bij onze betovering geweest. Het kan dus niet misgaan. Een vlugje van dit kan dus mijn oude botten genezen. Ik weet dat je hier bent, Kastert. Ik ruik je vieze kaas en pizza adem. Jij bent Maurizio. Oh, ja.
Wat is er nou? Mijn kont doet zo'n pijn. Ik ben hem altijd. Hé, wat zijn we opeens klein? Ik weet niet hoor. Ik moest klimmen om in de emmer te kunnen kijken. Misschien heeft iemand ons betoverd. Betoverd? Oh-oh. Mijn baasje heeft vast weer problemen met Mekker, denk ik. Ik moet nu snel naar Jacob. Dat vergat ik bijna. Jij bent hem. Schiet nou op, tante. Ach, waarom moet ik altijd op haar wachten? Joehoe. Wat vind je ervan, neefje? Je wil echt niet weten wat ik nu vind, Tirania. Tijd om onze betovering in al haar kinderlijke glorie te aanschouwen. Heerlijk! Hoezo, jeugdbetovering? Ik zie er nog net zo uit. De tovenaars hebben weer eens gefaald. Oh, en ik ben oud als altijd. Het was niet mijn schuld. Jullie gaan allemaal naar de gevangenis. Er is hier iets helemaal niet goed. Ik moet naar Jacob toe. Hey Jacob. Hey. Mauricio? Ja, wat doe je daarboven? Oh, mezelf zielig vinden. Hoe dat zo? Ik ben niet de trotse raaf die ik eens was. Mijn rug is zwak en mijn veren worden grijs. Zelfs mijn ogen worden slecht. Van hieraf leek je wel een klein poesje. Dat klopt. Oh ja, dat wou ik je vertellen. Wat? Waarom ben jij wel jonger en ik nog steeds dezelfde oude ik? Ik weet niet hoor. Iedereen in de stad is net zo klein kind als ik. En wil je tikkertje spelen? Want mijn bal is plat gereden. Yeah. Wow. Kijk dan toch, Tirania. Kinderen zover het oog reikt. Ben ik een genie of niet? Het was een goed idee, neefje. En dat komt omdat het het mijne was. Dit is veel leuker dan die oude bus. Leuk, wil je nu spelen? Het spijt me, jonge vriend. Maar als ik dit zo zie, moeten we snel naar tante Noah. Zij moet ons helpen de betovering te keren. En daar hebben we maar 5 uur de tijd voor. Dit is erger dan ik dacht. Jongen, dit gaat leuk worden, hé. Kom eruit, tante Noah. We spelen verstoppertje. Als tante Noah ook jong is, dan zitten we echt in de problemen. Zijn je verstoppertje? Ja, doet u mee? Sorry dat ik onderbreek, maar dit is een noodgeval. Iedereen in Megalopolis, dieren en mensen, gedragen zich als kinderen van 5 jaar oud. Op mijn na dan natuurlijk. Ik blijf een hoogvogel. Wat ik wil, waar ik om vraag, is een van je versjes. Ah, ik heb nog maar 4 uur om de betovering te keren, anders is die voor eeuwig. Oh. Ah. Oh, een versje? Was dat? Ik ken helemaal geen versjes. Ik heb een versje. Hey, Dion, Dion, de kat en de viool. De koe sprong over de... Tante Noah, toe. Jij bent onze enige kans. Jij bent zo serieus. Oké, nou, eens zien.
Okidokie, komt-ie. Het oude heeft nog niet afgedaan. Als je maar niet op oud haar af zult gaan. De betovering breken ver moet, maar het kan een veertje zijn op je hoed. Nou, ik vond die kat en die viool veel leuker. Au, 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 au. Ik ben moe, Jacob. Ik moet slaapjes doen. Jij moet slaapjes doen? Ik draag je al sinds uit de grotto zijn. Ik begrijp nog geen s'nachts van dat versje. Het oude heeft nog niet afgedaan, als je maar niet op het oude haar af zult gaan. Oh, ik voel me met de minuut ouder. Wie het eerste bij het stadhuis is, wordt de burgemeester. Ik ben de burgemeester. Stop nou! Hoe laat is het, Maurizio? Minder dan 3 uur te gaan. Hey, raad eens, Jacob. Huh? Wat? Ik heb weer een grijze veer gevonden. Wat? Waar? Hier zo. Oh, hoeveel? Eentje maar wel. Ach, genoeg. Ik ben oud en grijs voor ik het versje begrepen heb. Arme Jacob, oud en grijs. Ja, wat je zegt. Als je maar niet op oud haar af zult gaan. Op oud haar? Wat betekent dat? Hé, hey, hoe ziet oud haar eruit, Jacob? Zoals het mijne, denk ik. Oud en grijs. Hoe? Huh? Oud en grijs? Luister, mijn vriend. Je hebt mij verder geholpen. De tovenaars hebben allerlei jonge dingen gebruikt om een drank te brouwen. Maar wat nu als oud haar slaat op grijs gekleurd haar? Misschien dat een oude grijze haar het geheime ingrediënt is dat de jeugdbetovering breekt. Oh, Maurizio. Je bent zo'n slimme kat. Nou, bedankt. Ik wil nu gaan schommelen, Jacob. Nu niet, mijn wonderkind. We moeten naar de enige volwassene in Megalopolis. Wie is dat? Je baasje Bubonic. De enige persoon in Megalopolis die nog grijs haar heeft. Oh, kijk al die kleintjes dat toch eens rondrennen, Bubonic. Dit is een prachtige plek om een wijdse blik te slaan op onze slechtheid in actie. Blij dat je geniet, tante. Oh ja, zo te zien wordt die sukkel van een buurman van ons Pip Kozen de nieuwe burgemeester. Dit wordt mijn beste betovering aller tijden. Dat is wel te danken aan mijn motor. Wat doe jij nou hier? Kom eens bij papa. Mijn kleine katteke, je bent nog leuker zo, mijn poezesnoes. Nou. Heel fijne uitkijkpost, neefje. Hou je klepel. Oh, kom maar hier, mijn mooie kleine poezesnoes. Nou, wat doe je nou? Wat bedoel je wat ik nou doe? Je trok een haar uit mijn hoofd. Ik zou die luizenkop van jou met nog geen schietsmast willen aanraken. Ik weet niet wat jij doet, neef, maar ik ga er vandoor. Je hebt ze knap afgeleid, Maurizio. Hoe zit het met de tijd? O, hemel, nog maar een half uur. Het is nu of nooit. Ik zag ze allerlei jonge spullen in de drank gooien. Dus neem ik geen enkel risico. En gooide alle oude troepen in die ik maar vinden kon. En nu, het allerbelangrijkste, Bubonic's grijze haar. En nu maar hopen dat het werkt. Dat moet wel, want door mij dacht je eraan. Wat is er, Jacob? Je bent niet veranderd, je bent nog jong. Ik heb het versje verkeerd uitgelegd. Ook al heb je me geholpen, tante Noah's versje zei... Het oude heeft nog niet afgedaan als je maar niet op oud haar af zult gaan. De betovering breken vergt moed, maar het kan met een veertje zijn op je hoed. Hebben we soms een ander soort haar nodig? Misschien heb jij een hoed nodig, Jacob. Hé, hey, ik ben maar een katje. Nog 2 minuten. Veertje op je hoed, veertje op je... Ik heb het! Zoek die grijze veer van me, Maurizio. Op, doe die deur open, Bubonic. Mijn oren tuiten en ik loop op mijn tandvlees. Oh, ik verga van de pijn in mijn voeten. Je bent
er weer. Je had jezelf de reis kunnen besparen, Mekker. De betovering is perfect. Nog wel, ja. En dat wil ik zo houden, want we moeten nog 1 minuut. Waar maakt u zich druk om, meneer Mekker? Niemand kan de betovering verbreken. Ik neem geen enkel risico. Met jullie twee gaat er altijd wel iets fout. Nog 30 seconden. Vijftien seconden. 10 seconden. 5, 4, 3. Nee, wat was dat? 2, 1. Au, 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 au. Stilte! Ik heb geholpen bij de betovering. Het brouwen ging goed, vlekkeloos in feite. Het was overduidelijk dat er iets mis was met jullie betovering. Ja, en dat is volkomen jullie schuld. En dus is het nu tijd voor jullie afstraffing. Een nieuwe rimpel. Sla nog maar wat rimpelcreme in, tante. Knap werk, Jacob. Wat een geluk dat er tenminste nog 1 verantwoordelijke volwassene was, anders was iedereen eeuwig kind geweest. Nou, ik heb ook iets opgestoken, Maurizio. Ik mag dan wel wat ouder zijn dan jij, maar met mijn ervaring en jouw enthousiasme vormen we best een goed team. Wat is er? Oh, niks. Ik ontdekte net die andere grijze veer waar we naar zochten. Wil je hem hebben? Nee, nee, nee. Laat maar zitten. Het geeft me iets dappers en voornaams. Vind je niet? We hebben het ergens anders nog wel over. Oh. Kijk aanstaande woensdag vanaf 2:50 naar een gloednieuwe aflevering van de Karaoke Show. Ja, want van de 10 finalisten zijn er nog maar 7 over. En zij gaan een nieuw nummer zingen in het thema kerst. Oh, wat leuk zeg. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze het er vanaf gaan brengen. En mocht je hun vorige optredens nog willen bekijken, kan dat op www.karaokeshow.nl. Dus kijk aanstaande woensdag naar de 7 kandidaten van de Karaoke Show hier bij Jetix. Wil je mee? Kan niet. Ik ga bowlen met mijn vader. Oh, je vindt het vast te gek dat hij voor altijd thuis is. Absoluut. We zijn veel verloren tijd aan het inhalen. Beugelbekkie. Nu bij Jetix. Zou ik soms mijn leven dromen? Ik neem het maar zoals het komt. Ik kan me zo toch niet vertonen. Al dat ijzer in mijn mond. Geloven, mijn eerste verre reis. En helemaal in mijn eentje. En meneer Rosenberg en de rest van de groep dan? Ja, dat weet ik wel. En jij en ik slapen wel bij mijn grootouders. Ja, maar ik voel me best onafhankelijk, want mijn ouders zijn niet mee. Arrivederci, Elkvoort. Kijk, uitromen, here we come. Oeh, wat als ik ze nou helemaal niet herken? Maria! Mia bella nipotina! Hallo, nonna. Welkom in Rome. Dag, nonno. Wat ben je een grote meid. En dat is je vriendin. Ja, dat is Cher. Welkom. Dank u.
Kom, andiamo. Wat is er? Mijn gastfamilie. Hun kinderen voetballen. En? Is dat dan slecht of zo? Nee, maar ze zitten in een finale en de familie is daar naartoe. In Florence. Meneer Rosenberg probeert er nu een plek voor me te vinden. Nonna, heeft u nog plek voor iemand anders? Is hij jouw, amore? Nee! Ik bedoel, het is gewoon een vriend. En toevallig een jongen. No, geen jongens. Scusi, un momento. Ho detto che non può restare qui. Io ho detto di sì. Ik zei toch dat ze streng waren? Dus, jij vindt dus niet dat ik jouw vriend zou kunnen zijn? Sst, ik wil het horen. In casa mia, no. Praten ze maar langzamer. In casa mia, sì. Hij blijft bij ons. Dank u. U zult niet merken dat ik er ben. Avanti. Even serieus. Je gedraagt je wel, hoor, bij mijn grootouders. Tuurlijk. Op mijn hamster. Leuke poging. Toevallig weet ik dat jij geen hamster hebt. Precies zoals ik dacht. Bellissimo. Ja, ja. Leuk hok. Nonno, wees jullie kamers. Ik maak eten. Ik hoop je vindt de bank niet erg. Hé, hey, hij staat bij de tv. Mijn favoriete meubelstuk. Goh, Roy doet wel aardig, hè? De week is nog lang. Wauw! Dus dit is waar mijn moeder is opgegroeid. Je grootouders zijn zo aardig. Shit, het is hier echt wel ouderwet. Heb je het koud? Oh, mijn kleren zijn een beetje strak. En ik wil ze niet beledigen. Je beledigt ze heus niet. Ze zullen je de hele week verwennen en je volproppen totdat je bijna barst. Mijn eerste echte Italiaanse maaltijd en ik zit molto vol. Oh, ik ook. Hé, hey, dit is de beste spaghetti die ik ooit gegeten heb. Grazie. Allora, da quanto tempo habitate in questa capra? Oké, wat heb ik gezegd? Je vroeg hoe lang we al in deze leuke geit wonen. En wat vinden jullie leuk om te doen in de vrije tijd, hè? Oh, Roy zit in een coole rockband en Maria is een auw. Oh. Zullen we gaan afruimen? Ik help wel. Jij blijft. Dit is vrouwenwerk. Maar mijn broers helpen altijd. De traditie is hier anders, Sharon. Laat maar, Nonna. Wij doen het. Hé, waarom schopte je me? Ze mogen niet weten dat ik een band manage. Waarom niet? Dat vinden ze niet goed. Hoe weet je dat nou? Ze zijn zo aardig. En ik heb nog nooit zulke lekkere spaghetti gegeten. Eén voor jou. En één voor jou. Scusi, Nonna. Hebben ze hier nooit gehoord van de vrouwenbeweging? Geen idee. Maar wie ben ik om met de traditie te breken? Kom, Roy. Wij gaan de bokken spelen. Ciao, bambina's. Vergeet de pannen niet. Ach, een goede gelegenheid om eens kennis te maken met authentiek Italiaans afwassen. Kom, we gaan! Wauw, Maria won in een jurk? Is van mijn nicht. Heeft ze laten liggen. Kunnen we nu gaan? We moeten over 10 minuten bij de groep zijn. Mag ik daar ook een van? Nu Italiaans uit? Geen idee, ik zie je gezicht niet. Ik heb het idee dat mijn grootouders Roy echt mogen.
Waarom ook niet? Hij doet heel lief. Ja, klinkt heel vreemd, hè? Vind je het niet raar dat ze met ons mee zijn? Het is maar voor een paar uur, Sharon. Ik wil graag even samen met ze zijn. Oh, hier, neem een foto. Schiet op, voor ik mijn evenwicht verlies! Je mag hier geen foto's nemen. Dank je, dat was net op tijd. Oh nee. Laat mij maar. Coole bril, Spits. Ja, en ook heel handig voor al die flitser. Ik zei toch dat het me spijt. Marcello, dit zijn mijn kleindochter Maria en haar vrienden. Buongiorno. Marcello woont naast ons, dus we komen hier iedere week en hij geeft ons altijd die extra biscotti. Hoi, Marcello. Ahoy. Wat een bene. Hoe zeg je zonnebril als een filmster? Dank je. Ik bedoel, grazie. Marcello, cinque granite, per favor. Granite? Wat is dat? Een toetje. Gemaakt van een ijs. Is specialiteit van Italië. Klinkt te gek. Ik hou van dit land. En alle dingen hier. Dus een Italiaans toetje zou twee keer zo goed zijn omdat jij... Ik bedoel, het... uit Italië komt. Dan krijg jij de extra scheppen. Oeps, mijn lepel valt. Help je even, Sharon? Hou op met die jongen te flirten. Nou ja, ik zei bijna niks. Mijn grootouders denken vast dat we jongens gek zijn. Gevonden! Voor de bella signorina. Dank je. Oh, verse groenten. Dat vinden Nonno en Nonna vast lekker. Wat lief van je. Niet waar, Maria? Ja, we gaan naar de Via del Corso. Ga je mee? Ik heb Nonno beloofd te helpen bij het tomatenplanten. Nou ja. Wie zijn wij om met de traditie te breken? Waar gaan we nu heen? De baden van Caracalla... Of de catacomben van San Callisto zijn... We moesten maar eens teruggaan. Ik wil leren hoe Nonna koekjes bakt. Maar ik moet nog een cadeau voor Joost vinden. Kan dat morgen niet? Jawel. Questa la vita. Je Italiaans, het is heel goed, signorina. Grazie. Ik ben Paolo. En dit is mijn vriend Antonio. Ik ben Sharon. En dit is mi amica Maria. Maria, Sharon, mogen we erbij... Ik dacht het niet. We zijn zo terug. Wat heb ik nu weer gedaan? Waarom vroeg je of ze erbij komen zitten? Heb ik niet gedaan. Zij vroeg het ons en ze lijken me aardig. Ja, en dan gelijk met ze omgaan? Hoezo omgaan? Ze komen gewoon eventjes bij ons zitten. Goed, maar kunnen we snel weg? Ik wil naar huis. Ze hadden de hint door, denk ik. Ze zijn weg. Ja? Ja! Met onze rugzakken! Wat? Oh nee! Hey! Kom op! Ferma! Hey! Kom terug, diepe! Ik zei toch dat we de andere kant uit moesten? Maar de andere kant loopt dood. Dit was nooit gebeurd als jij niet op die jongens was ingegaan. Ik? Jij loodste ons naar binnen, zodat zij onze rugzakken konden stelen. Ach, wat moeten we nu doen? Naar huis lopen. Maar het is zo ver. En het is hier best griezelig. Ja, weet ik. Maar we hebben geen geld voor de bus. We kunnen niet eens naar je grootouders bellen om ons te komen halen. Nee,
We hebben geen keus. Grazie voor je hulp, Roy. Graag gedaan, nonno. Waar zijn Maria en Sharon? Ze zijn nog niet terug. Ik begin alvast met het eten. Ze zijn vast aan het winkelen. Ik zoek ze wel. Huh? Heb jij Maria en Sharon gezien? Ze zijn nog niet terug van de Via del Corso. Wij gaan zoeken. Wow! Ik weet het niet. Dit ziet er niet bekend uit. Oh, niks ziet er hier bekend uit. Had ik mijn kaart maar bij me. Oh, alles is weg. Ook je vertaalapparaat. Het enige voordeel van deze beroving. Alsjeblieft, daar niet zo grijpen. Maar de straatstenen zijn nogal hobbelig. Ik wou dat we al terug waren bij je grootouders. Daar had je eerder aan moeten denken. We hadden ook gewoon thuis moeten blijven. We zijn helemaal naar hier gekomen en jij wilt alleen maar thuis blijven? Wat is daar mis mee? Ken je de uitdrukking in Rome moet je doen als de Romeinen? Niet alle Romeinen blijven thuis en maken pasta. Maar ze worden ook niet uit musea gegooid en ze zetten geen vriendinnen voor schut voor hun grootouders. Ik wilde alleen alles uit deze reis halen en ik dacht dat jij dat ook wilde. Heb je er wel eens aan gedacht dat dat voor mij iets anders zou kunnen betekenen dan voor jou? Maar ik dacht... Oh, wat ben ik blij jou te zien, Roy. Zelfs met een roze helm. Oh, ik accepteer mijn vrouwelijke kanten. Ik ben blij Golly te zien. We lopen samen naar huis, ja? Nee. Nemen jullie de brommer maar. Roy en ik lopen. Oké? Prima. Hou goed vast. Die straatstenen zijn nogal te hobbelig. Dit was het. Precies waar ik van had gedroomd. Maar hoe zou het een perfetto momento kunnen zijn als Maria en ik kwaad op elkaar waren? Hey, hallo daar, poes. Nee, wacht, blijf. Hoi. Ciao, waar zijn je vrienden? Vanmorgen weggegaan, voordat ik op was. Jij ziet er niet blij uit, hè? Het is onze laatste dag hier en Maria en ik hebben ruzie. Ai, 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 dat is niet goed. Zal ik je vandaag een Roma laten zien? Lijkt me te gek. Ik bedoel, waarom kon ze niet relaxen? Waarom moet ze per se alles doen? Omdat het allemaal nieuw en opwindend voor haar is. Ze heeft maar een week. Dat is waar. Misschien ben ik gewoon niet eerlijk. Maar jij had ook maar een week en jij deed ook rustig aan. Ik heb niks gemist. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Wat? Kijk, is dat niet de paus? Dus dit is de Trevi-fontein. Bellissima. See, ze zeggen dat als je een muntje ingooit, je ooit weer naar Roma terugkomt. La bocca della verità. De mond van de waarheid. Ze zeggen dat als je je rechterhand erin stopt en een leugen vertelt, de mond dichtklapt. Ja, ja. Ben je bang? Kijk, is dat niet de paus? Ik vond het heel leuk vandaag. Ik ook. En waar is Maria? Is ze nog niet thuis dan? Wat denk je, Wong? Is dat niet iets voor jou? Ja, tuurlijk.
9:15? We zouden 9:00 thuis zijn. Oh, mijn grootouders vermoorden me. Sorry dat we zo... Waar waren jullie? Winkels kijken. We waren de tijd... Godzijdank hebben jullie niets. Lo sapevo che questo sarebbe successo. Wat zei die? Hij wist dit zou gebeuren. We deden het niet expres. Ah! In casa mia, no! Ik ben heel erg teleurgesteld. Dat meisje heeft slechte invloed. Jij moet geen vrienden als zij hebben. Zij kust Marcello, die ze nauwelijks kent. Ik ken Sharon. En als ze hem kust, dan kent ze hem goed genoeg. Dit is hoe je praat tegen je nonna. Het spijt me, maar Sharon is mijn beste vriendin en ik ken haar beter dan wie ook. Ze heeft een groot hart, ze staat voor waar ze in gelooft en ze steunt me altijd in wat ik doe. Of het nou toejuichen is bij basketballen, of me helpen met de rockband die ik manage. Jij speelt basketbal en jij managt die rockband. Ja, nonna. En weet u, ik draag thuis nooit jurken. Wat lijk jij toch op je moeder? Echt waar? Zij houdt van rondrennen en van die harde muziek. En met haar is goed gekomen. Net als met haar dochter. Het spijt me dat ik je beledigd heb, Sharon. Dat geeft niks. Jij brengt mijn Maria Latus. We hebben niks verkeerd gedaan. Los sapevo che questo sarebbe successo. In casa mia, no! Het spijt me als ik deze week wat overenthousiast ben geweest. Nee, ik heb me aangesteld. En het spijt mij. Dus je hebt met Marcello gezoend. Hoe was het? Perfetto! Hé, en jij en Roy? En zeg niet dat er niks is gebeurd, want dat geloof ik niet. Ik zal straks thuis wel meer met hem omgaan. Dit is waanzinnig, Maria! Kun je hier niet al te groot punt van maken? Nee! Hey. Nou, daar zitten we dan. En we verlaten een van de meest romantische steden ter wereld. Dat is waar. Maar Elkfort kan ook romantisch zijn. Echt waar? Echt waar. Geeft niks, negeer me maar. Hoe was het? Perfetto. Het was moeilijk te geloven dat de reis voorbij was. Het was zo snel gegaan. Ik vroeg me af of Elkfort nog wel hetzelfde zou zijn nadat ik een week alleen weg was geweest. Nou ja, bijna alleen. Maar één ding wist ik zeker. Ik hoopte dat de Trevi-fontein gelijk had. En dat ik ooit in Rome terug zou komen. De coolste wallpapers voor je mobieltje bij Pop Mobile. Nu de eerste gratis bij ons unieke fun-abonnement. Met ook nog iedere week een gratis download. Voor Dalmatiërs W1 om naar 3600. Voor Golden Skull W2 om. Voor Teddybeer W3 om. Voor Tiger Baby W4 om. Voor Yellow Ferrari W5 om. Voor 3D-Face W6 om. Voor Tribal Dragon W7 om. Voor Cute Puppies W8 om naar 3600. Nu bij iedere wallpaper tijdelijk ook nog een gratis kleerlogo. Leef. Vecht. Overwin. Risk. Wereldproven. Nu in de winkel. Het nieuwe meidenmagazine. In dit nummer tips om van de feestdagen een succes te maken. De chicste kleding, de hipste feestkapsels, de mooiste glamournagels en de lekkerste luchtjes. Verder de beste films in een uitneembare filmgids. En er zijn natuurlijk weer prijzen te winnen. Een weekendje weg, een Gameboy, te gekke cd's en nog veel, veel meer. Het nieuwe meidenmagazine ligt nu in de winkel.
nieuw. Prins Mini. Een hele rol koekjes. Helemaal voor jezelf. Speel het interactieve DVD-bordspel Atmosfeer. Nu met een tv-presentator die je moet gehoorzamen. Ik ben de grafmeester. Gooi de dobbelstenen. Pak een sleutel. Probeer je te denken. Wat leuk. Overwin je grootste angst in een superspannende race tegen de klok. De Tel en Bel kerstbomenactie bij Jetix. Tel elke dag vanaf 10 voor 5 hoeveel van deze kerstbomen er langskomen. Geef je antwoord door via de Jetix-phone of surf naar jetix.nl/telenbel. Je maakt iedere dag kans op een echte kerstboom met lichtjes. Wil jij ook je eigen kerstboom? Doe dan mee met de Tel en Bel kerstbomenactie bij Jetix. Gewonnen! Jacob de Mol. Nu bij Jetix. Ha! Puur geluk. Wat was dat? Nooit moe van dat verliezen, Jacobie. Ik wist zeker dat ik ging winnen dit keer. Die is gek. De ochtendkroonkrant. Hey Jacob, zin in basketbal? Wat zeg je, Duivert? Wat zeg je? Hé, hey, ik wil je nog meer verslaan met dammen. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Moet ik dan jou zetten doen, Jacob? Goed, wat je maar wil. Wat zei je? Ik zei... Kom een exemplaar van de ochtendkroon. Montreal's nieuwste ochtendblad. Geloof uw koning, Karel Lettekroon. Pik geen hoon, wees geen boon. Pak uw loon met de ochtendkroon. Zoiets zie je ook niet iedere dag. Jacob Dubbel en de Ochtendkroon. Geloof uw koning, Karel Hettekroon. Pik geen hoon, wees geen boon. Pak uw loon met de Ochtendkroon. Uwe majesteit, Karel Hettekroon, gebied u hierbij niet te vergeten zich te abonneren op de Ochtendkroon. Even kijken. Zoveel bombarium een krant. Dan moet hij wel goed zijn. Vreselijk. Eeuw. Deze krant is echt puin. Er is haast geen nieuws. Het staat chockvol reclame. En het is slecht geschreven. Luister. De nieuwe regels hebben het stad niet, nooit niet. De strips zijn ook puin. Ik vond er niet één leuk. En ik weet wat leuk is.
Honden met een hoed op. Dan moet ik zo lachen. Deze krant is nergens goed voor. Dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, wie leest er nou zo'n waardeloos nieuwsblad? Pap? Pap? Huh? Oh, hey Jacob, Duivert. Lees jij de Ochtendkroon? Wel, zeker wel. Wel, zeker wel? Dat betekent zonder twijfel. Ik kreeg net mijn exemplaar binnen. Mijn vader, de taalexpert, leest zo'n flodderblad? Hoe kan dit? Pas op! Shit. Hi, René. Bezorg jij de Ochtendkroon? Ja. En wat heb jij daarmee te maken? Niks hoor. Helemaal niks. Dag, René. Mag ik jullie bord? Wil je je eten niet, pap? Het is je lievelings. Wat? Heb ik het nou al op? Dat was dan niet genoeg, toch? Dan zal ik de volgende keer meer moeten maken. Al de derde larriekranten vandaag. Wie denkt die koning Karel Etterkroon dat hij is om iedereen zo te storen in zijn slaap? Zie je dan niet dat ik mezelf videotape met digital surround sound terwijl ik echte kunst maak? Ik kan niet slapen en nou dacht ik, mag ik op jouw computer iets opzoeken over koning Karel Etterkroon? Of jij op mijn computer? Nou ja! Als je daar de hele nacht, doet me niks. Het is goed. Hier dan. Nee, niet die. Dat is zijn eigen site. Ik wil de roddels over onze koning. Daar, die daar. Je mag naar het scherm kijken, maar raak niets aan. Nies niet, pulk niet, krap niet. Vriemel niet, doe niets. Je hebt 30 seconden. Karel Etterkroon, vroeger huis-aan-huisverkoper, verkocht slechte stofzuigers, waardeloze keukenspullen en andere troep die niemand nodig had. Totdat hij een drukpers erfde en de Ochtendkroon begon. Dus hoe kan een slecht verkoper met een slechte krant nou in zo'n ontzettend korte tijd in deze stad zoveel lezers krijgen? Weet ik niet, kan me niet schelen, tijd voorbij. Daag! Ah! Dank je, dank je! Door die Ochtendkroonauto's kan ik niet slapen. Ik ook niet. Zelfs niet met oordopjes. Met
Ik wou eigenlijk pudding proberen, maar ik mocht van mijn vader geen eten meer in mijn oren stoppen. Er is echt iets heel vreemds aan de hand met die krant, hoor. Volgens mij is dit een klus voor X Boudewijn Distelgat, meesterspion. Dit is vreselijk. Iedere volwassene wordt een soort zombie als ze die krant lezen. En dat gebeurt vast in heel Montreal. We staan er alleen voor, Duivert. We zullen het zelf moeten uitzoeken. Het hoofdkwartier van de Ochtendkroon is groter dan ik dacht. Mooi. Identificeert u zich? Identiteit onbekend. De toegang wordt u geweigerd. Wat komen jullie doen? Braaf hondje. We komen voor een rondleiding. Er zijn hier geen rondleidingen, knul. Alleen het personeel mag hier naar binnen. Gesnopen. Gesnopen. Ik weiger. Ik heb die baan net. En ik wil hem niet verliezen, omdat jullie denken dat er iets geks gebeurt. Als jullie daar rond willen snuffelen, doe dat dan zelf. Maar dat zeggen we net. Dat kan niet, want we... We zijn geen kranten, jongens. Nou ja, nog niet. Ik dacht dat we gingen snuffelen. We hebben de veiligheidspasjes. We moeten minstens één dag bezorgen, want dan zijn we niet zo verdacht. Waarom nou een wijk met zoveel trappen? Fijn dat de mensen in onze buurt hun spullen recyclen. Hé, hey, deze spullen zijn allemaal gekocht via de Ochtendkroon. Het zijn Karel Etterkroon troep aanbiedingen. En iedereen koopt het. Zelfs meneer Distelgat. En jouw ouders. De complete 130 delen van de Etterkroon encyclopedie? Mijn vader heeft al meer boeken dan de bibliotheek. Gossie, als de mensen zoveel Ochtendkroon spullen blijven kopen, zijn ze zo blut. Als mijn ouders zo doorgaan, zijn we morgenochtend al blut. Even, wie zijn zij? Identiteit onbekend. De toegang wordt u geweigerd. Bevuiliging trapt er niet in, Jansen. We zullen iets anders moeten uitknobbelen, beste Wat Karelsen. Wat moeten jullie hier? We gingen net weg, meneer. Weg, Jacob. Kidpower is een op- en topgeheime missie. De onze ook. Wat is jullie missie? Als je het moet weten,
We willen dit teruggeven. De stenen zouden uit zichzelf spelen. Maar ze springen maar wat rond in plaats van wat beloofd was. Het spel is waardeloos. Het is oplichterij. Wij staan op onze rechten. Het is niet alleen dat spel. Al het ochtendkroonspul is troep. Maar iedereen koopt het. Identificeert u zich? Je komt er heus niet langs hoor. Geloof mij maar. Identiteit goedgekeurd. Wat zei je? Wat ben jij daar aan het doen? Mevrouw, ik wil graag een klacht indienen over deze superdamset. Oh ja? Wat is er dan mee? Dat laat ik u zien, mijn beste vrouw. Dadelijk rolt er weer een editie van de ochtendkroon van de persen. En vliegt weer een lading troeperige kroningsproducten uit de rekken. Wat is dat nou voor een pak? Karel Ettekroon. Binnenkort megamiljardair en onbetwist koning van de wereld. Dat mag niet gebeuren. Notitie. Onderstreep koning van de wereld. Briljant. Indringers! Bravo hond, pak de bal! Ma! Mijn prachtige drukpers! Zoek! Dit is de inkt voor de krant. Het is de inkt! Voor de krant? Nee, het komt door de inkt. Het is speciale inkt. Inkt die... Lezers hersens spoelt, ja, erg bij de hand. Maar weet je ook hoe het werkt? Ja, de inkt zit op hun duim, dan op hun tong als ze hun duim likken. En zo komt het in hun hersens terecht. En zo krijg ik dus al die sukkels zover om mijn producten te kopen. Ik ben ze de baas. Dat ze die rotzooi kopen betekent niet dat je de baas bent. En ook al heet je kroon, dan ben je nog geen koning. Ben ik wel. Een koning die in een golfkarretje zit? Ik ben koning, ik ben koning, ik ben koning! En wil je nog meer bewijs? Ga dan maar eens mee naar mijn kerkers. Hey! Bewaking! Bewaking! Antwoord mij! Dit spel is waardeloos. Ik ben geschokt en ontzet. Kraker! Kraker! Waar is die hond? Wat doe jij nou hier? Mijn ouders gedroegen zich heel bizar. En ik dacht dat jij misschien gelijk had deze keer. Oh, bedankt. Ik weet geloof ik hoe ik hem kan pakken met zijn eigen krant. Ik zie jullie bij het hek.
De inkt wisselen van hersenspoelgroen naar gewoon zwart. Oeps, sorry. En een ander hoofdartikel. Verbreed de deuren van het koninkrijk. Ik ga weer. Hey, baas. Wist u dat dit damspel puur bedrog was? Ga uit de weg! Ik eis dat je stopt! Notitie! Inkorten, Kees! De koning is nep. De koning is nep. Een dubbele krantenkop. Klinkt zoals Jacob het zou zeggen. Gaat die koning troep terug? Ja, lieverd. Ik begrijp niet waarom we die rommel ooit gekocht hebben. En ik begrijp niet waarom ik die rotkrant ooit genomen heb. Ik ga hem opzeggen. Wel, zeker wel. Dit is pas een echte krant. Ik vroeg om een wijk met weinig trappen. Ik ben toch de koning? Ah! Hoi, ik laat jullie een tovertrucje zien die je zelf kan doen met gewoon een krant en een schaar. Bereid je voor op iets bijzonders. Je verknipt toch niet de hockeyuitslagen, hè? Nee, pap. Ik weet dat ik door deze krant heen kan lopen. Vouw de krant dubbel. Knip dan een strook van de gevouwen kant. Maar niet helemaal. Kijk zo. Knip dan zo vanaf de gevouwen kant waar je net eindigde. En daarna om en om. Zo. Eerst zelf oefenen voordat je het aan anderen laat zien. Het moet natuurlijk wel goed gaan. Tada! Het is gewoon geweldig, mensen. Hoe doet hij dat toch? Nou ja, dat heeft hij net laten zien. Dus dat weten jullie wel. Ja, toch? Dikke doei.